Het is geen geheim dat Matthijs zich in zijn jaren bij De Wereld Draait Door vaak tyranniek gedroeg, maar de Volkskrant schetst nu een ontluisterend beeld van een dictatoriale, sadistische en ietwat psychopathische presentator. Tientallen medewerkers kregen als gevolg hiervan burn-outs en ernstige psychische klachten zoals angst- en paniekaanvallen. De Volkskrant sprak met slachtoffers die hier tot op de dag van vandaag last van hebben. De krant heeft medische dossiers ingezien die dit bevestigen. Sommige zijn nog steeds verminderd inzetbaar, klinkt het. Tientallen mensen hebben de televisiewereld hierdoor definitief verlaten. Een van de incidenten die de Volkskrant aanhaalt speelt zich af na een technisch foutje in de uitzending van 21 november 2019. Matthijs rent na de show de trap op naar de redactie. Wie is hier verantwoordelijk voor, schreeuwt hij volgens 7 getuigen met wie de krant heeft gesproken. Matthijs gaat op enkele centimeters afstand van een senioren geluidsman staan, waarna hij een woedeuitbarsting krijgt, die zo extreem was dat velen het zich 3 jaar na dato nog herinneren. Medewerkers gooien snel de deuren dicht, niemand mag dit zien of horen, schrijft de krant. De tyrannieke Matthijs gaat echt helemaal tekeer. Wat sta je daar nou, man? Het is meneer Van Nieuwkerk voor jou. Jij had hier op je knieën moeten zitten, en moeten zeggen, sorry, zeg, sorry meneer Van Nieuwkerk. En daar wordt vervolgens gehoor aan gegeven door deze geluidsman, een leeftijdsgenoot van Matthijs. Dat is sadisme, reageert Theodor Holman in een tweet. Omstanders deden niets. We waren allemaal in shock. Dit ging over alle grenzen heen, zegt een oud-redacteur. Het ging zo ver dat ik heb besloten dat ik nooit meer met Matthijs wil werken. Het Volkskrant-artikel staat vol met dit soort voorbeelden. Matthijs heeft heel lang geweigerd om te reageren, tot gisterenmiddag, een paar uur voor publicatie. In die verklaring betuigde hij geen spijt en reageerde hij ook niet op het feit dat zoveel medewerkers ziek uitvielen, aldus de krant. BNNVARA laat daarop weten, de reactie van Matthijs stelt ons teleur en dwingt ons tot beraad. 5 kwartier later stuurt Matthijs na druk van de omroep een reactie waarin hij opeens wel spijt betuigt. Het nieuwe statement nemen we mee in ons beraad en in de gesprekken die we met Matthijs voeren, aldus de omroep. De twijfels over de samenwerking met Matthijs herhaalt BNNVARA in een persverklaring. Vandaag kregen wij 2 verschillende statements van Matthijs onder ogen, die geen recht doen aan de gesprekken die we met hem voerden. Wij zijn daar teleurgesteld over. Dat dwingt ons tot beraad en we gaan hierover met Matthijs in gesprek. Een beetje hypocriet is BNNVARA natuurlijk wel, omdat uit het Volkskrant onderzoek blijkt dat de omroep al die jaren gewoon op de hoogte was van Matthijs' extreme wangedrag. John van den Heuvel denkt dat de omroep deze reactie van Matthijs nu aangrijpt om hem alsnog te lozen. Die reactie gaan ze nu gebruiken om iets te gaan ondernemen, voorspelt hij in Vandaag een site.